De mannenfinale was een burenonrondje. Scott Griekspoor speelde tegen de Waalse Belg Yannick Reuter. Waar Reuter een vrij solide toernooi had gespeeld, ging het bij Griekspoor iets moeizamer. Maar beide heren hadden geen problemen in de halve finale. De Belg schakelde de nummer 1 uit en de Nederlander won van Alexander Sidorenko. Op voorhand beloofde het dus een interessante partij te worden, ware het niet dat Griekspoor van het begin af aan gegroeid is. Sterk serverend en met goed spreiden wist hij de Waal uit zijn spel te halen. De Hollander bepaalde het ritme, Reuter liep achter de feiten aan. Door het goede spel van Griekspoor was de tweede set ook zo binnen. 6-1. Ja, dames en heren, dat was het dan. De mini-finale. En ik wil nog één keer voor de plaats van onze winnaar Scott Griekspoor. En natuurlijk ook onze ballenkinderen. Een applausje graag voor onze ballenkinderen.